Dag allemaal, welkom bij de eerste uitzending van West Papua Now. Mijn naam is Maria de Ree, lid van Free West Papua Campaign Nederland. In deze aflevering zal ik met jullie de recente ontwikkelingen van zowel binnen als buiten West Papua met jullie delen. De recente berichten die wij hebben ontvangen vanuit West Papua is van district Dokyai, waar onlangs twee grote demonstraties hebben plaatsgevonden. De eerste demonstratie vond plaats op 22 februari. En de tweede op 1 maart. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de nieuwe plannen van de Indonesische regering om West-Papua op te delen in 5 provincies. Hierbij zal ook de militaire aanwezigheid in het gebied verder worden vergroot. Zo hoor je ook dat de urgentie voor een referendum in West-Papua hard nodig is. En dan ook zo snel mogelijk, dat het zo snel mogelijk plaatsvindt. Waarbij ook de toegang voor de hoogcommissaris van de Verenigde Naties verleend wordt. Maar daarbij ook de noodzaak om de speciale autonomie, wat opgelegd is vanuit Indonesië, om dat meteen van tafel af te vegen en eigenlijk af te schaffen in feite. Ook dit oproep wordt gedaan vanuit UNWP, United Liberation Movement for West Papua, waarbij een statement is uitgebracht op 9 februari, waarbij ook daar de oproep is gedaan aan de lokale bevolking om hierin in opstand te komen. En zo te horen in district Dokyai is daar al gehoor aan gegeven en dat is alleen maar heel goed om te zien. En de volgende provincies staan te wachten en ik denk dat ze ook al snel zullen volgen. Maar hierbij is ook de ondersteuning vanuit de lokale autoriteiten, waaronder de PIF, Pacific Island Forum, is gegeven. En al gehoor is gegeven tijdens de meeting van de Human Rights Council, de Mensenrechtenraad, die onlangs op 24 februari heeft plaatsgevonden. Waarbij ook benadrukt wordt dat de kwestie West-Papua, dat daar de hoogcommissaris van de Verenigde Naties zo snel mogelijk toegang wordt verleend om daar de situatie in kaart te brengen. Thank you for the opportunity to deliver a statement on behalf of the Pacific Island Forum Secretariat. The Pacific Islands Forum brings together 18 member states to protect the people, place and prospects of our blue Pacific continent. My statement today will highlight 3 forum leaders' priorities: COVID-19 response and recovery, the climate change crisis, and human rights in West Papua. Your Excellencies, the violent conflict and subsequent human rights violations in West Papua has been a concern for the Pacific Island Forum leaders for over 20 years. In 2016, it became a standing agenda item for the leaders. Pacific Island Forum leaders' focus on West Papua has been squarely on human rights, calling on all parties to protect and uphold the human rights of all residents and to work to address the root causes of the conflict by peaceful means. In recent years, the escalation of tension and alleged human rights violations on both sides of the conflict, particularly against innocent civilians, has deepened the collective concern of the leaders of the Pacific. When our leaders met in Tuvalu 2 years ago, they welcomed the invitation by the government of Indonesia for a mission to West Papua by the UN High Commissioner for Human Rights and strongly encouraged both sides to finalize the timing of the visit. Leaders also called for an evidence-based report on the situation in West Papua to be provided before their next meeting. We call on distinguished council members to encourage all relevant parties to urgently facilitate a mission to West Papua by the High Commissioner for Human Rights. Just like climate change and other pertinent challenges to our Blue Pacific, the COVID-19 pandemic must not hinder our efforts to address critical issues. I thank you. Nou, daarnaast heeft ook de PIF, de Mensenrechtenraad, nog verder besproken over het klimaatverandering.
Want zij zien daar ook in de Pacific eigenlijk als eerste klimaatverandering wat dat teweeg brengt, wat voor gevolgen het daar heeft. En wat ook nu de afgelopen 5 jaar eigenlijk meer zien gebeuren, is dat de klimaatverandering, waarbij ook de cyclonen, dat die ook steeds sterker worden en de categorie 5 behaald wordt. Dus daar is ook de ernst om meer aandacht te geven aan de klimaatverandering des te meer geworden. Maar ook hier in Nederland horen we dezelfde geluiden terug. En het mooie daarvan is dat er nu ook op 14 maart daar massaal een oproep voor wordt gedaan. Om daaraan je steentje bij te dragen en ook mee te doen. Mee te lopen in de klimaatmars die plaatsvindt op 14 maart vanaf 2 uur. Op verschillende plekken, ongeveer 40 plekken in Nederland, waar het tegelijkertijd zal beginnen. En waaronder in Den Haag en Amsterdam, waar Rakhi Ab, de woordvoerder vanuit Vuurwerk Papa Campaign, ook aan deel zal nemen. En daarbij, dus hierbij ook oproep aan jullie allemaal thuis, om daarin mee te doen. En dan zal ik hierbij ook gaan afsluiten met nog een manifest die ze onlangs is ondertekend door Pink, een collectief van de jongere afdeling binnen politiek, om ook de kwestie West-Papua in een politieke agenda van te maken, in ieder geval een agendapunt op de politiek te zetten, zodat ook daar het stukje West-Papua besproken wordt. En om te kijken van in hoeverre daar de Nederlandse regering ook zijn verantwoordelijkheid in kan nemen. En daarbij ook de Papua's, de belofte wat is gedaan in 1963, om dat waar te maken. En dat het zal leiden tot een onafhankelijk West-Papua. Dus hierbij zou ik de uitzending willen afsluiten. Dus daarbij niet vergeten om mee te doen 14 maart. En dat is dan naast de klimaatbeweging waar je dan een steentje aan bijdraagt, maar ook aan alle inheemse bevolkingen die er daarvoor ook de aandacht vragen om hen niet te vergeten en daarbij ook de strijd van de Papua's. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering en ik hoop jullie gauw weer terug te zien op ons kanaal van Free West Papua Campaign Nederland. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei! Free West Papua, one people, one soul. Free West Papua, all people belong God. Free West Papua, one talk belong you me. Free West Papua, give him all free.